naar een nieuwe video en je hebt het wel gezien in de titel. Dit is een update vandaag en ik wil allereerst, voordat ik de update geef, even kort vertellen hoe het precies allemaal gekomen is tot het punt waar we nu zijn. Dus ik wil jullie even door alle dingen heen leiden die wij hebben meegemaakt op het gebied van zwanger worden of kinderen krijgen. Ik ga de dingen een beetje feitelijk benoemen, want ik wil er niet een hele zielige, droevige video van maken. Dus ik ga er gewoon even een beetje heel strak en zakelijk doorheen, om maar even zo te zeggen. Als er nu woorden voorbij komen die je niet begrijpt, dus vooral de medische termen, kijk dan even in een linkje in de beschrijving, want ik ga even voor jullie op zoek naar wat uitleg over bepaalde medische termen. Want ik wil hier niet een of andere medische video van maken, dat is ook helemaal niet boeiend. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, dan staan er linkjes in de beschrijving naar uitleg over bepaalde termen. Nou, jullie hebben mijn video vast wel gezien over IVF. Ook die zal ik even linken in de beschrijving. Ik heb namelijk een hele maand van een IVF-traject gefilmd. Maar dat was niet het begin. Het begon al veel eerder en daar wil ik met jullie even naar terug gaan. En dat was, als ik het goed zeg, 2011. Dus dat is nu 6 jaar geleden. Toen dachten Misha en ik van, nou, het zou op zich wel heel erg leuk zijn om een kind te krijgen. En wij hebben ook allebei zoiets, al eigenlijk altijd, ik al helemaal, van ik wil ooit 1 kind. En ik had ook niet het idee dat het zou lukken om een heel groot gezin te hebben. Heel gek, hè? Soms kan je dat gevoel gewoon hebben. En in 2011 besloten we er dus voor te gaan. En eigenlijk was het de tweede maand al meteen raak, dus het was onwijs snel. Maar mijn moeder was van mij en mijn broer ook heel snel zwanger, dus ik had eigenlijk zoiets van ja. Nou ja, die genen zou ik wel geërfd hebben, bij haar was het ook makkelijk, dus dat, ik was er gewoon blij mee. Het verbaasde me niet heel erg, dus ik had zoiets van, nou ja, leuk, weet je wel, heel, heel blij natuurlijk. Tot op een dag, en ik denk dat ik 1 week of 7 was toen. De eerste echo hadden we nog niet gehad, dus die kwam er nog aan. Daar was wel een afspraak voor gemaakt. Maar ik zat thuis en dat begon een beetje met zo'n stekend gevoel. Eerst heel ver weg en het werd steeds intenser. Bijna alsof je eigenlijk een ongesteldheidspijn als het ware. En het deed zo'n pijn. En ik heb natuurlijk als een gek zitten googlen. En toen vond ik wel dat als er bijvoorbeeld een beetje oud bloed, een beetje bruinig bloed zat. Ja, dat kon. Dat schijnt wel normaal te zijn in zwangerschap. Kan te maken met de hechting in je baarmoeder. Dus dat, dat was nog wel dat ik een beetje dacht van oké, nou ja, niet heel fijn. Maar goed, geen reden tot paniek. Gewoon nog even ontspannen. En de pijn werd erger en erger. Nou ja, en uiteindelijk kwam er echt veel bloed. En toen had ik echt zoiets van nee, dit is niet goed. En dat was precies de tijd dat Misha naar huis moest rijden. Dus ik denk, nou, ik bel hem niet. Want ik wil niet dat hij met 140 over die snelweg naar huis race. Omdat hij bang is dat er wat aan de hand is. En toen naar binnen kwam, was ik al helemaal aan het huilen. Want ik voelde het gewoon. Het was niet goed. Toen ben ik wel naar het ziekenhuis geweest. Volgens mij de dag erna. Het is een beetje lastig. Zo'n 6 jaar geleden natuurlijk. Daar hebben ze echo's gedaan. Daar konden ze inderdaad niks meer zien zitten in mijn baarmoeder. Dus het zag eruit dat het weg was. Alleen was het heel gek, want alle bloedtesten lieten zien dat ik nog eigenlijk helemaal zwanger was. Dus de hormonen waren echt nog echt heel erg hoog. En ze hadden dus iets van over het algemeen is dat niet zo en gaan die hormonen afnemen. Dus ik heb heel veel onderzoeken gehad. Ik ben denk ik daar heel de dag in het ziekenhuis geweest. Ze hebben echo's genomen, ze hebben nog meer bloed afgenomen. Zelfs nog andere mensen gekomen die ook echo's hebben gedaan. Omdat ze namelijk heel erg bang waren voor een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. En die kunnen zelfs dodelijk zijn. Dat is echt heel gevaarlijk. Dus ze waren aan het zoeken eigenlijk of er ergens anders, of het eitje zich ergens anders genesteld had. Ergens anders dan in mijn baarmoeder, zeg maar. Ik kreeg zelfs een mobiel nummer mee van een arts, van een chirurg. En ik moest hem ook bellen, al was het midden in de nacht, als ik pijn kreeg. Want dan moest ik per direct naar het ziekenhuis en geopereerd worden. Omdat, nou ja, wat ik net al zei, omdat dat dodelijk is. Maar ik had voor mezelf al zoiets, de pijn begon al af te nemen. Dus het voelde wel dat ik dacht van, volgens mij is dit gewoon een miskraam. En ik moest heel de week nog bloed prikken. En ja, toen zag je uiteindelijk, na 4-5 dagen, zag je die hormonen afnemen. Dus toen hadden ze zoiets van, oké, nou ja, dit ziet er weer, weer normaler uit. En ik had echt zoiets van, nou, we gaan even bijkomen. Ik kom tot mezelf. En dan gaan we gewoon op een gegeven moment weer kijken. En dan zien we wel weer wanneer het weer raak is. En zo is het eigenlijk gegaan. Alleen was er toen geen moment meer dat het raak werd. Heel vreemd, want ik had eigenlijk zoiets van, nou ja, misschien met 1 maand of 3, 4 dan
ja, dan lukt het misschien wel weer. Maar dat moment kwam niet. En ik denk na zo'n 2 jaar of zo zijn we naar het ziekenhuis gegaan. Omdat we vonden dat het veel te lang duurde. En uiteindelijk ben ik begonnen toen met IUI. We hebben trouwens allebei onderzoek gehad. Niks aan de hand bij geen van beiden. Dus dat was wel heel gek. We hebben dus geen aandoening. Er is niks aan de hand. Toen zijn we begonnen met IUI. En ik zal dus daar even een link van in de beschrijving zetten. Want dat is een heel lang verhaal nu. Helemaal medisch uit te leggen wat dat inhoudt. Maar daarvan heb je 6 behandelingen binnen je zorgverzekeraar, zeg maar. Daarbuiten zijn die behandelingen allemaal stervensduur, vooral ook IVF. We hebben ze alle 6 gedaan, maar niet elke maand 1. Dus we hebben iedere keer ook rust genomen tussendoor, dat ik weer kon ontspannen. Want met IUI is het zo dat je soms 1,5 week bijna elke dag een echo moet laten maken om te zien waar je in je cyclus bent. En je kunt je voorstellen dat het heel intensief is. Mensen zeggen dan mensen die dat soort behandelingen nooit gehad hebben, die zeggen, ja, moet je gewoon loslaten en dan lukt het wel. Dat vond ik altijd zo'n onzinnige opmerking. Iedereen die in dezezelfde situatie zit, die kent dat wel. Ze komen altijd met verhalen, ja, toen ze het opgaven en ze gingen op vakantie, toen was het ineens raak. Nou, hoe vaak ik dat wel niet heb gehoord die afgelopen 6 jaar, echt waar. Als je me ooit tegenkomt, zeg dat niet. Dat maakt me zo, oh. Maar goed, ik moest dus elke dag naar het ziekenhuis. Dus jee, laat het vooral lekker los. Denk er niet aan, maar je moet wel elke dag naar het ziekenhuis. Dus je kunt je voorstellen dat het toch wel een impact heeft. Dus af en toe besloten we gewoon om even 2-3 maanden niks te doen. Weet je wel, je hebt er maar 6. En je moet er goed over nadenken. Op het moment dat je heel moe bent, heel gestrest bent, je niet goed voelt, heb ik toch het idee dat een behandeling een kleinere slagingskans heeft. Ik heb het idee dat je lichaam echt wel aanvoelt van, oké, nu kan ik een zwangerschap aan. Of nee, nu is het te veel, nu kan dat niet. Misschien denk ik daar te diep over na, werkt dat niet zo, maar naar mijn idee had ik zoiets, ik wil gewoon in optimale conditie zijn op het moment dat ik zo'n behandeling doe. Dus we hebben daar langer over gedaan, dus misschien dat daar wel, misschien over die 6 behandelingen dat we wel 1,5 jaar hebben gedaan ongeveer. En dat slaagde niet en toen zijn we overgestapt naar IVF. En, zeg ik het goed? Ja, IVF inderdaad. En zoals je wel licht in mijn video hebt gezien, onwijs zwaar traject. De puncties doen zo ontzettend veel pijn. Maar goed, bij de eerste IVF was er een terugplaatsing geweest nadat we dus dat hele traject hadden doorlopen. En dat was raak. En ik was natuurlijk super blij. Ik heb echt gehuild, gewoon zo blij was ik. Na al die jaren was het eindelijk gelukt. En toen op een gegeven moment op een dag kreeg ik echt pijn. En ik had ook een vrijgezellenfeest, dus onwijs onhandig natuurlijk. En trouwens niet mijn vrijgezellen feest, maar van een vriendin. En ik had zo'n pijn. Dus ik heb heel veel ook gezeten. We hadden een soort burlesque dansen. Was een soort workshop. Nou, die heb ik ook niet meegedaan. Ik was er voor de foto's en de film. Natuurlijk, zoals je zult begrijpen, heb ik die rol maar op me genomen. Dat vond ik wel leuk. Maar ik had zoveel pijn. En iedere keer als ik naar de wc ging, was ik bang gewoon om naar de wc te gaan. Ik was zo bang om bloed te zien. En op een gegeven moment was het echt heel vreemd, maar ik kon ook niet plassen meer. Alsof er iets afgesloten werd. Ik weet niet wat het was, maar het deed zoveel pijn. Maar ja, iedere keer als ik naar het toilet ging, was er geen bloed. Dus ik had wel zoiets van, oké, nou ja, zolang er maar geen bloed is, dat idee had ik. En de volgende dag was die pijn weg. Dus dat was fijn en ik zou met een week of zo de echo krijgen. En ik merkte in die week dat zwangerschapskwalen af gingen nemen. Dus bepaalde dingen waar ik trek in had, dat verdween. Ik was niet meer zo moe. Ik had weer meer energie. En ik had zoiets van, aan de ene kant is dat gek. Ik had zoiets van, misschien is mijn lichaam aan het wennen aan de hormonen. Maar ergens voelde ik toch van, ik weet het niet. En op de dag dat we voor de echo gingen, hield ik mijn hart vast eigenlijk. En ze ging de echo doen en ze trok eigenlijk wit weg en ze zegt, dit is niet goed. Ze zegt, dit is helemaal niet goed. Nou, dat wil je natuurlijk niet horen. En zeker als je dokter wit wegtrekt, dan heb je wel zoiets van, oh jezus, wat nu weer. Toen begon ze over een MOLA-zwangerschap en ook die zal ik even linken als ik daar een goede uitleg van vind. Ook dat is zeer gevaarlijk. Het zijn eigenlijk woekerende cellen, dus cellen die zich aan het delen zijn. Lang verhaal kort, kanker eigenlijk. Dat is het. Dus dat kan ontstaan dus door een zwangerschap. Het zijn allemaal hele enge dingen waar je niet bij stilstaat. Dus je denkt, leuk een kindje en laat je vooral niet bang maken. Maar toen zei ze, ja, ga mijn huis, laat het bezinken, ga erover nadenken. Ik zei, nee, ik had zoiets, moet uit mijn lichaam en zo snel mogelijk. Dus ze had gekeken en dat kon de volgende dag dan. Ik had zoiets, prima, doe het maar. Want als het kanker is of wat dan ook, het moet dan weg zijn. Ik heb echt zoiets van, ja, ik had meteen zoiets, het moet eruit, het moet weg.
En dat was heel moeilijk. Ik denk dat ik 24 uur non-stop gehuild heb, onder de douche heb staan huilen. Want je bent super blij dat het eindelijk gelukt is. En ineens valt alles in duigen en is nog eigenlijk erger dan ervoor, zeg maar. Het, is, het werd van een klein probleem, werd het een steeds groter probleem. Het werd eigenlijk alleen maar erger en erger. En nou ja, ik heb echt non-stop gehuild gewoon. Ik kon het gewoon niet verwerken. Je zat in een soort rouwproces. En je lichaam zegt dat je zwanger bent. Maar ondertussen zegt de dokter dat je misschien wel kanker hebt. Dus het was zo heftig en zoveel tegelijk. Dat ik het heel moeilijk vond om dat te verwerken. En je moest ook in een overlevingsdrang, of hoe noem je dat? Een overlevingsmodus als het ware. En daar ging ik ook in, want ik wist dat ik geopereerd werd. Dus die dag daarna was ik om 7 uur in het ziekenhuis. Ik moest nuchter komen, maar er kwamen iedere keer spoedgevallen tussendoor. En ik had het idee dat ze mij ook een beetje ertussen hadden gedaan. Uiteindelijk was ik om 4 uur 's middags aan de beurt. Dus ik heb heel die dag nuchter moeten doorbrengen. En ik had zo'n dorst en zo'n honger. Maar goed, uiteindelijk geopereerd. Ging vrij snel, ging het wel goed. Ze zeiden, ja, als je naar de wc kunt zelfstandig, dan kun je naar huis. Dus ik heel snel naar de wc, ik dacht van, ik wil naar huis. Thuis begon de pijn echt. Dus toen begon het uit te werken. En toen merkte ik hoe heftig het eigenlijk was geweest. Ze hadden trouwens een curettage gedaan. Dus dan halen ze je baarmoeder leeg. Ook dat zal ik even linken in de beschrijving. En ze moesten daar heel voorzichtig mee omgaan, want ze mochten, zoals je begrijpt, het vruchtzakje niet stuk maken. Omdat als het kanker zou zijn, dan moest dat natuurlijk bij elkaar blijven. En dat hebben ze opgestuurd en daar moest ik een week voor wachten voordat de uitslag kwam. Ondertussen moest ik genezen en herstellen. Het was onwijs zwaar. Ik heb echt soms huilend gezeten van de pijn midden in de nacht om 3 uur 's nachts. Ik kon geen houding vinden die pijnloos was. Het was echt heel heftig. Maar goed, na een week kreeg ik het bericht dat het een gewone miskraam was. Het klinkt zo naar gewoon, weet je wel, alsof het gewoon is. Maar goed, het was dus een miskraam en het was dus verder geen molenzwangerschap. Dus daar was ik super blij mee. Maar ik merkte wel op het moment dat ik begon te herstellen, dat ik toen echt pas de klap kreeg, psychologisch gezien, zeg maar. Toen kreeg ik echt de klap van jeetje, wat is er allemaal gebeurd? En we zijn het weer kwijt en we staan weer met lege handen. En dat is wel heel vreemde gedachte. Dat is nu, denk 3 jaar geleden, als ik het goed zeg. 2 of 3 jaar geleden. Ik denk als er nu niks had gebeurd, hadden we dan een kindje van 5 gehad. En van volgens mij 2 of bijna 3. Dus een heel, heel gek idee dat je leven dan zo anders was geweest. Maar goed, dat hebben we dus heel lang, heb ik dat moeten verwerken voordat we weer voor een tweede IVF konden gaan. Daarnaast was mijn lichaam natuurlijk ook niet in staat om weer een terugplaatsing te doen. Nou ja, toen kwam het traject dat jullie hebben kunnen volgen. En dat ging natuurlijk ook weer helemaal mis met overstimulatie en onwijs ziek van geweest. En toen begon ik met een andere baan te zoeken. En ik heb, zoals jullie misschien wel weten, lesgegeven op de Kappersacademie. Daar maakte ik onwijs veel uren. En je kunt je voorstellen dat je ook niet zomaar even weg kan als je natuurlijk voor de klas staat. Je kunt niet zeggen, oh, ik ben even een uurtje naar het ziekenhuis. Plus het feit dat je dan een nieuwe baan hebt. Dus ja, ik doe dat niet zo snel. Ik durf dat niet en ik vond dat ook, daar was het ook niet de plek ernaar. In de salon vond ik het al moeilijk om weg te gaan als ik klanten had. Maar ja, nu zo ja, voor de klas, dan kan je niet zeggen, ik ben even een uurtje weg. Ze hadden niet zomaar vervanging. En afgezien daarvan was ik natuurlijk onwijs aan het leren. Het kostte veel moeite, veel energie. Ik werkte ongeveer 5 dagen en 2 avonden daar. Plus nog een halve dag thuis aan lesvoorbereidingen. En het was zwaar. Ik was moe. Ik was gestrest. Ik was kapot. En daar kom ik weer eigenlijk op het punt waar ik jullie net over vertelde. Ik vind dat je gewoon in optimale conditie moet zijn. Want al voel je top en supersterk en gezond, aan het einde van het IVF-traject voel je gewoon een wrak. We kunnen er lang of kort over praten, maar je bent moe. Je voelt je gewoon, ja, je bent gewoon kapot. Je bent op. Dus ik had zoiets, als ik al begin met een lichaam wat ziek, zwak en misselijk is, ja, hoe voel je dan aan het einde van de IVF? Dus daarom heb ik gekozen om dat een beetje uit te gaan stellen. Ik had zoiets, ik moet eerst weer even rustig worden, mezelf weer goed voelen, tot mezelf komen en dan kijken we verder. Inmiddels, weten jullie misschien wel, heb ik, volgens mij heb ik 9 of 10 maanden les gegeven en toen ben ik weer naar de salon gegaan. Ik ben super blij dat ik weer gewoon in de salon werk, dus dat vind ik heerlijk. En ik heb tot nu toe geen terugplaatsing van de IVF gedaan. En dan kom ik eigenlijk bij mijn update. Ik heb de laatste tijd heel veel problemen met mijn ongesteldheid. Dan komt het om de 4 weken, dan eens om de 7 weken. Gemiddeld is het bij mij 5 weken.
En ik had zoiets, het is gewoon een beetje gek, weet je wel. Ik heb er ook veel last van, veel pijn van iedere keer, weet je wel. Pijn in mijn onderrug, pijn in mijn buik. Ik heb ook spastische darm, dus ik had zoiets van, dat kan het ook zijn. Ik weet het allemaal niet, het voelde niet goed. En op een gegeven moment kreeg ik een blaaskramp. Ja, ik wist niet dat het bestond, maar het bestaat. En geloof mij, het doet echt intense pijn. En ik had zoiets van, weet je wel, alsof je denkt van, er klopt iets niet helemaal, maar ik weet niet wat er niet klopt. Toen ben ik gaan googlen en er zijn meerdere mensen die ik ken, maar één vriendin die wat closer staat. Die heeft endometriose en ik ben dat gaan opzoeken, ik ben dat gaan googlen. En er stonden iets van 20 verschijnselen en ik heb er gewoon 18. Weet je wel, ook dingen die ik helemaal niet in verband had gebracht erbij. En ook dat zal ik linken in de beschrijving, want dat is een heel ingewikkeld verhaal. Maar waar het op neerkomt is dat er in je baarmoeder zitten, in je baarmoederwand, in het slijmvlies als ik het goed zeg. Die cellen die daar zitten, die zitten bij endometriose door heel je buikholte heen. Dus ook bijvoorbeeld bij je darmen of rond je maag of weet ik veel wat. En op het moment dat je ongesteld bent, gaan die plekjes allemaal meedoen. Dus die zorgen voor onwijs veel pijn en onwijs veel klachten, zeg maar. En ik merkte ook dat ik bij wijze van spreken 1,5-2 weken voor mijn ongesteldheid al begin met klachten. En zelfs ook een beetje nasleepte na. Dus dan kun je je voorstellen dat je gewoon 2-3 weken in de maand klachten hebt van je ongesteldheid. Dus dat is niet handig. En ook wel veel vermoeidheid dingetjes. En daar stond dus ook bij dat heel veel mensen die endometriose hebben, denken dat ze een spastische darm hebben. Dus dat is heel gek, dat ligt dus heel dicht bij elkaar. En ook een blaaskramp kan ontstaan uit irritatie rondom je blaas of rond je darmen, zeg maar. Dus dat schijnt dat dat allemaal een beetje samenwerkt en dat kan elkaar gaan irriteren. Dus ik zocht dat op en ik had gewoon 18 van de 20 kenmerken. En ik merkte ook, en dat vind ik zelf heel raar, want het schijnt dus wel zo te zijn, je kunt het niet altijd met echo zien, dus dat neem ik ze niet kwalijk. Maar ik vind het wel stom dat ik het dan moet googlen en dat dan de dokters ineens allemaal zeggen, ja, dat denken wij ook, dat zou heel goed kunnen dat je dat hebt. Dan denk ik, waarom komen jullie er zelf niet mee? Dat vond ik wel een dingetje. En ook helemaal het feit dat de echo's die ik moest doen, dat waren inwendige echo's en die deden zoveel pijn. Ik zat dan altijd met klamme handen en dan maak ik vuisten en ik ben wel een hele harde voor mezelf. Hè? Dus dan ga ik gewoon liggen en denk, oké, het gaat vanzelf voorbij. Maar pas zei een dokter, ja, je hoort er helemaal geen pijn van te hebben hoor. Dat is niet normaal dat je die pijn hebt. En dat blijkt dus ook weer een endometriose bijwerking, of noemen we het. Blijkt dus ook een kenmerk te zijn van endometriose. Dus dat vond ik wel raar dat ze eigenlijk, er is nooit iemand geweest die heeft gezegd van, oh, doet dat pijn? Dat hoort niet, dat moeten we even onderzoeken. En het nare vind ik, en ik loop er een beetje op vooruit, want ik weet natuurlijk niet of ik het heb. Maar dan had ik andere medicijnen moeten hebben tijdens de IVF, omdat bij endometriose de kans dat een eicel hecht heel klein is. Dus er zijn dan andere medicijnen die ja, eigenlijk je kans kunnen vergroten. En dat vind ik wel heel naar, want dan houdt het in dat ik echt door die pijn heen ben gegaan, terwijl het eigenlijk dus weinig nut had of misschien wel een minimale kans van slagen had geweest. Dus dat vind ik echt een naar iets om over na te denken. Maar misschien moet ik niet te veel wrok koesteren en dat soort dingen bedenken hoor. Want misschien moet ik me er gewoon maar bij neerleggen dat het zo is en ja, dan zien we het wel verder. Wat nu de plannen zijn is dat ik gebeld ga worden voor een operatie en ik denk in januari of februari, dus het zal al snel gebeuren. Wat ze gaan doen is een kijkoperatie en dat klinkt heel mild, maar het is best wel pittig. Ze gaan een kijkoperatie doen onder volledige narcose en ze gaan kijken of ze plekken kunnen vinden die te maken hebben met endometriose. Als ze die plekken vinden, branden ze die plekjes allemaal weg. Dus ze gaan het als het ware schoonmaken, zo noemen ze dat. Maar het gekke is dus, je weet dat dus pas als je wakker wordt. Voor hetzelfde geld zeggen ze, oh dat had je niet, we hebben geen plekken gevonden, dus we moeten verder kijken. Of je wordt wakker en ze zeggen van, we hebben allerlei plekjes weggebrand. Dus het is heel gek, je gaat eigenlijk een operatie in. Maar het kan zijn dat je wakker wordt en dat ze niks gedaan hebben. Als ik eerlijk ben, hoop ik wel dus dat ze endometriose vinden. Want dat zou een hoop verklaren. En dat zou dus ook voor kunnen zorgen dat ik uiteindelijk veel minder pijn heb met ongesteldheid en zo. Dus dat zou wel erg fijn zijn. Dus ik hoop dat ze dat wel dus vinden. Endometriose zorgt onder andere dus ook voor onvruchtbaarheid. Dus dat zou ook eindelijk een reden kunnen zijn waarom dat dus niet lukt. Dus ja, ik hoop echt heel erg dat als ik dan geopereerd ben en ik kom bij, dat ze dan zeggen, ja, dat was het. We hebben allemaal plekjes gevonden, die hebben we weggehaald.
Dus ja, dat is nu waarop ik hoop. Ik vind het wel onwijs eng. Ik hou niet van onder narcose gaan. Ik ben iemand die altijd de controle wil houden. Dus ik vind het niet fijn. Ik kijk echt tegenop. Daarom heb ik bijna zoiets van, nou ja, laat het maar gewoon komen. Dan zijn we er vanaf en dan kunnen we weer verder kijken. Er staat 2 weken herstel voor minimaal. Dus ze zegt wel, je kunt gewoon niet werken. Dus dat is wel een stuk pittiger dan ik dacht. Want toen kwam de kijkoperatie en ze zei, nou, via je navel, weet je. Ik denk, oké, nou ja. Nou, laten we dat op maandag doen. Dan ben ik dinsdag vrij en dan beginnen we woensdag weer, weet je wel. Zo denk ik dan. Want ik ben altijd iemand, ik wil altijd naar mijn werk of zo, weet je wel. Ben ik ziek, ik wil gewoon werken. Maar ze zei, nee, ze zegt minimaal 2 weken rust. Dus dat is echt onze ervaring. Mensen kunnen echt niet meteen aan de slag. Dus daar ga ik me ook echt aan houden, geloof me. Ik doe dat echt. Maar dat is dus ook de reden dat we ook de IVF dus niet hebben voortgezet tot nu toe. We hebben geen terugplaatsing gedaan, omdat we dus eerst gaan uitzoeken of dit het is. En daarna zal ik weer gaan herstellen en gewoon waarschijnlijk lekker op zomervakantie. En dan zien we daarna wel verder. Ik wil dan gewoon zorgen dat ik me weer goed voel en dat mijn lichaam goed aanvoelt. En dat staat nu even voorop wat dat betreft. Psychisch gezien moet ik zeggen dat ik wel echt gewoon... ja, op een goed moment in mijn leven zit. Ik voel me niet naar, ik ben niet verdrietig of wat dan ook. Ik voel me wel vaak gestrest, maar dat is iets wat ook een beetje bij mij hoort. Dat probeer ik los te laten. Ik zit ook te kijken voor yoga of zo. Dat is denk ik wel iets wat ik misschien wel binnenkort wil gaan oppakken weer. Maar verder zit ik wel op een goed punt in mijn leven. En ik wil er niet al te veel over nadenken en niet te naar gaan voelen over al die details, zeg maar. En ik wil ook gewoon eerst afwachten of het endometriose is. Het kan me nu wel onwijs druk maken over dat ik andere medicijnen had moeten krijgen. Maar ja, voor hetzelfde geld is dat het niet. Dus dat zullen we moeten afwachten. Natuurlijk blijf ik jullie updates geven over hoe het gaat. Of dat er nieuwe ontwikkelingen zijn. En dat blijf ik dan ook op dit kanaal doen. Ik blijf ondertussen ook de zondagvideo's uploaden. Want ik vind het wel heel erg leuk om met jullie te praten over dingen. Ik kan me echt niet voorstellen trouwens dat je dit kanaal aanraadt aan iemand anders. Want wat ga je zeggen? Ja, dat is een meisje die gaat voor de camera zitten en die gaat praten. Ja, wat doet ze dan? Ja, niks. Ze praat. Maakt ze iets? Nee. Doet ze challenges? Nee, ook niet. Nee, ze kletst. Maar ik moet zeggen dat het me wel heel erg bevalt. Ik vind het leuk om dit soort video's te doen. En te vertellen over wat ik meemaak en wat ik doe. Dus dat ga ik ook zeker weer doen. En ik ga jullie weer een update geven over mijn bestelling die nog ergens in Amerika rondzweeft. Oh nee, Duitsland nu. Mijn Casey Neistat shirt is in Duitsland nu, ja. Dus ik wil jullie gewoon wel leuke updates blijven geven. En ook zoals vorige week met Oud en Nieuw. Ik vind het super leuk om een outfit te laten zien en dat soort dingetjes. Dus ik hoop ook dat jullie dat leuk vinden. Dus laat het vooral even weten. Wat zou je willen zien op dit kanaal? Waar wil je dat ik het over heb? Of wat wil je zien van mij? Let me know. Abonneer op mijn kanaal. Vergeet niet even het belletje te drukken. Dan krijg je een notificatie als er een video online komt. En dan hoop ik dat jullie hier misschien wat aan hebben. Misschien zijn jullie gewoon geïnteresseerd. Misschien ga je door hetzelfde heen. Al help ik hier maar 1 iemand mee. Dan is deze video het waard geweest. En ben ik blij dat ik deze gemaakt heb. Dus mocht je hier doorheen gaan. Dan hoop ik dat je hier steun aan hebt. Of dat je hier wat mee kunt. En je kunt altijd je berichten sturen of iets achterlaten. Ik ben super actief op social media, op Snapchat, op Facebook, op Instagram. Ik zet al die links even in de beschrijving. En dan hoop ik dat jullie mij ook daar volgen. En dan zie ik jullie volgende week weer terug. Bedankt voor het kijken. Doeg!